Goedenavond, dames en heren. Juliana, 32 jaar lang, was ze koningin van een nu voorbij Nederland. Want de nieuwe generaties zullen haar nauwelijks kennen. Ook omdat ze de laatste jaren niet zichtbaar was. Tegelijk was ze voor zoveel anderen het symbool van een land dat opnieuw werd opgebouwd. Dat zijn koloniën verloor, welvarend werd en nieuwe vrijheden ontdekte. Gewaardeerd vorstin bleef ze in al die veranderende tijden. Onconventioneel, met een prettige hekel aan het protocol. Een koningin die de afstand tussen staatshoofd en land verkleinde. Die benaderbaar en dichtbij wilde zijn. Het begrip gewoon, waar Nederland zich op laat voorstaan, kreeg via Juliana ook zijn vorstelijke variant. Vanmorgen vroeg overleed ze op Paleis Soestdijk, 94 jaar oud. Omringd door haar familie. Prins Bernhard, koningin Beatrix, de prinsessen Irene en Margriet en een aantal kleinkinderen. Koningin Beatrix vertrok vanmiddag vanuit Paleis Soestdijk naar Den Haag om te overleggen over de bijzetting van haar overleden moeder in Delft. Kroonprins Willem-Alexander, prinses Maxima en hun dochter prinses Amalia breken hun skivakantie in het Oostenrijkse Leg af. Ze keren morgen terug naar Nederland. En deze foto is vanmiddag nog gemaakt, dus na het bekend worden van het overlijden. Dinsdag over een week, op 30 maart, wordt prinses Juliana bijgezet in de Nieuwe Kerk in Delft. Een van de laatste keren dat ze in het openbaar verscheen was op een afscheidsfeest voor het paleispersoneel in Amsterdam. Dat was in februari 1998. De bijeenkomst was een initiatief van prinses Juliana zelf. Tijdens een receptie in het paleis op de Dam nam ze persoonlijk afscheid van al het personeel dat in de koninklijke paleizen werkte. Vanaf dat moment zou ze zich terugtrekken op Paleis Soestdijk, omringd door een betrekkelijk kleine hofhouding. 3 maanden later verscheen ze nog op de bruiloft van prins Maurits en prinses Marie-Lène. Betrokken en warm. En met oog en oor voor de mensen die het moeilijk hadden. Prinses Juliana was als een moeder voor haar volk en de koningin van iedereen. Ja, als ik bijvoorbeeld het Engelse koningshuis kijk, wat zo stijf en zo niet betrokken is, niet hartelijk, niet spontaan is. En dat heeft onze koning, oud-koningin eigenlijk dan wel. Ik zeg nog tegen mevrouw vanmorgen, we hebben dus eigenlijk een opbouwkoningin gehad. Hè? En we hebben alleen, als ik Juliana zie, dan zie ik dus bouwstellingen en eigenlijk een nieuwe stad en nieuwe steden en volledige opbouw. Ja. Het is een fantastisch mens geweest. En ze heeft het niet makkelijk gehad. Terwijl ze eigenlijk geboren was voor vriendelijkheid. En voor het feit alleen dat ze zegt, ik schaf af. Dat de mensen niet meer achteruit mij moeten verlaten als ze in een kamer zijn geweest. Want dat vond ze eigenlijk maar een gevaarlijke situatie. Dat zei ze vanochtend op het nieuws. En dat was me uit het hart gegrepen. Het is natuurlijk belachelijk, je struikelt zo over een dikke pers. Hè? Een koningin van Nederland. En ook koningin voor de buitenlanders, de moeder door de buitenlanders. Het is een lieve vrouw geweest altijd, voor iedereen. En iedereen was voor haar hetzelfde. Het was niet iemand die meer was als zij. Dat was ze wel, natuurlijk. Maar in de doen en laten niet. Echt moederfiguurtje. Een moederfiguurtje, een omaatje. Een knus iemand waar je toch een bepaald de bevolking toch een binding mee had, denk ik. Met Beatrix ook, maar ze lag closer denk ik bij dan Beatrix, denk ik. Een mensenmens. Gewoon een mens tussen het volk. Bij Paleis Soestdijk kwamen honderden mensen bloemen leggen om de overleden prinses de laatste eer te bewijzen. De eerste mensen kwamen vanmorgen direct na de bekendmaking van het overlijden. Met alle beweging gisteravond en vannacht op Paleis Soestdijk werd duidelijk dat de toch al zwakke gezondheid van prinses Juliana in een kritieke fase was beland. Ook koningin Beatrix was bij haar moeder toen ze vanmorgen vroeg stierf. Ondanks het slechte weer kwamen honderden mensen vandaag hun medeleven betuigen. Met een bloemetje, een kaartje, een beertje en met veel warme woorden. Woorden vooral van dank en bewondering voor een warme vrouw die met een verrassende vanzelfsprekendheid mensen heel diep kon raken. Ik ben zelf vluchteling vanuit Cyprus in 1974 en ben ik alles kwijtgeraakt. En toen heb ik koning Juliana geschreven. Sorry hoor. En toen heb ik heel veel steun van haar gehad, want de woning waar ik nu woon, dat is door haar gekomen. Want zij heeft toen minister van Volkshuisvesting, was toen Scheven. Toen heb ik die woning gekregen.
Dit is mooi, ze is aardig. En niet voor het feit dat ze is een koningin, maar voor haar hart. Ze heeft een mooie hart. Het is natuurlijk ook wel lullig dat Bernard nu hier helemaal in zijn eentje woont. En zo klein is het niet. Dus. Het zou er gegund zijn dat ze op een klein kerkhofje met alleen haar familie om haar heen, met veel wijn en verhalen, begraven zou mogen worden. Maar straks krijgen we weer iets met koetsen. Dus dat is, nou, dat zie ik wel een beetje tegenop. Het overlijden werd om 9:15 vanmorgen bekendgemaakt. Vanaf dat moment ongeveer staat collega Gerard Arnikhoff bij Paleis Soestdijk in regen en storm. Gerard, de toestand van prinses Juliana was de afgelopen dagen flink achteruit gegaan. Kwam het overlijden vanmorgen toch nog onverwacht of was de familie erop voorbereid? Nou, helemaal onverwacht kwam het niet. Kijk, de gezondheid van prinses Juliana was wat geestelijke vermogens betreft al een stuk achteruit gegaan. Ze was de laatste jaren zwaar aan het demonteren. En de laatste weken kwam er nog de ziekte bij, waardoor ze uiteindelijk het bed moest houden. De familie zag dat wel aankomen, dat het op een einde ging lopen. En heeft daar gisteravond en eergisteravond hebben ze toch nog afscheid kunnen nemen van de prinses. Je zei het al, prinses Juliana kreeg de afgelopen jaren steeds meer last van geheugenverlies. Waaraan is ze uiteindelijk overleden? Nou, eigenlijk een combinatie van factoren. Om te beginnen was ze lichamelijk ontzettend verzwakt. En zeker bij hele oude mensen, 94 jaar oud was ze, als je dan ook nog eens een longontsteking erbij krijgt, dan weten de artsen dat daar in de meeste gevallen gewoon niet meer aan te doen is. Dan is het einde nabij. En dat heeft er dus geleid, verzwakking en de longontsteking, heeft ertoe geleid dat de prinses vanochtend tegen 6:00 in haar slaap is overleden. Dank Gerard Arnikhoff bij Paleis Soestdijk. Het lichaam van prinses Juliana zal worden overgebracht naar Paleis Noordeinde in Den Haag. En daar is verslaggever Rick van der Westerlaken. Rick, wanneer wordt het lichaam van de prinses overgebracht naar Paleis Noordeinde? Ja, daar heeft zojuist de Rijksvoorlichtingsdienst weer meer duidelijkheid over gegeven. Aanstaande woensdagmorgen zal het lichaam van prinses Juliana worden overgebracht van Paleis Soestdijk naar Paleis Noordeinde. En daarbij zal ze begeleid worden door haar 4 dochters. En wat gaat er daarna gebeuren? Dan zal er woensdagmiddag gelegenheid zijn voor rouwbeklag door het kabinet, door de Staten-Generaal en door het Corps Diplomatiek, dus door de ambassadeurs. En dan is het van donderdag tot met zondag is er gelegenheid voor het publiek om afscheid te nemen van de prinses. En dan zal aan de dinsdag daarop, dus dinsdag over een week, zal om 12:30 de bijzetting zijn in de Nieuwe Kerk in Delft van prinses Juliana. Dank voor deze. Tot en met de eerste... Oh, ik heb nog een kleine toevoeging. Tot en met de eerste paasdag zal de koninklijke familie geen publieke activiteiten vervullen. Dat is korter dan normaal, speciaal verzoek van prinses Juliana. En dat betekent dat het huwelijk van Mabel Wissersmith en prins Friso gewoon door kan gaan op 24 april. En datzelfde geldt ook voor Koninginnedag. Tot zover Rick van der Westerlaken bij Paleis Noordeinde in Den Haag. In Den Haag lopen bijna geen politici rond die prinses Juliana nog hebben meegemaakt in haar rol van staatshoofd. Toch is het opvallend dat ze vrijwel allemaal wijzen op de speciale betekenis van de toenmalige koningin Juliana voor de Nederlandse monarchie en de samenleving. Het is een heel belangrijke vorstin geweest. Iemand die grote betrokkenheid toonde bij de Nederlandse samenleving. Maar ook die belangstelling had voor andere delen van het koninkrijk. We hebben natuurlijk meegemaakt dat Suriname en Indonesië niet meer tot Nederland behoren. Ze had wel altijd grote belangstelling voor wat daar gebeurde. Ze was zeer betrokken bij de Nederlandse Antillen en Aruba. En ook die bezoeken waren altijd erg belangrijk voor haar. Het was echt iemand die oog had voor ontwikkeling in Nederland, maar ook daarbuiten. En iemand die ook altijd heel veel waarde hecht aan vrede in de wereld. Hoe denkt u op dit moment aan het Koninklijk Huis? Want er is nogal wat gebeurd de afgelopen jaren. Ja, er zijn hoogtepunten geweest, er zijn hele moeilijke momenten geweest. Ook vandaag denken we terug aan het overlijden van prins Klaus. Er is heel veel gebeurd en ik denk dat het van groot belang is dat op het ogenblik de Nederlandse bevolking meeleeft met de koninklijke familie. Het is ook in die zin heel goed dat we met elkaar rouwen, stilstaan bij het verlies en met elkaar nog eens nadenken over de grote betekenis die prinses Juliana heeft gehad voor ons volk. De Eerste en Tweede Kamer herdenken prinses Juliana in de tweede helft van de komende week in een gezamenlijke vergadering. Verder ligt het openbare politieke leven in Den Haag stil tot en met de dag van de uitvaart. De Tweede Kamerfracties reageren allemaal bedroefd op het overlijden en betonen hun medeleven aan koningin Beatrix en haar familie.
Ik denk ook dat het een enorme slag is voor de generatie die in Nederland na de Tweede Wereldoorlog de wederopbouw heeft meegemaakt, daaraan ook heeft gewerkt. Want het is hun koningin. Zou je kunnen zeggen dat koningin Juliana als koningin een speciale betekenis heeft gehad voor de Nederlandse monarchie? Zeker, zij heeft op een hele betrokken, meelevende manier geregeerd. Heeft ook dat paste ook denk ik bij de tijdgeest, een sobere regeerstijl ingezet. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, die periode kenmerkt zich door haar en door de premier Drees, die natuurlijk een enorme stempel heeft gedrukt op Nederland en op de politiek in ons land. Ik ben ervan overtuigd dat een koningin die zich graag mevrouw wilde laten noemen en die zichtbaar begaan was met het lot van mensen, niet alleen in Nederland, maar ook buiten Nederland, ook binnen mijn eigen beweging enorm veel kritische geluiden heeft doen verstommen. Omdat het koningschap toch wel heel erg dicht bij gewone mensen kwam. Je kon er bijna geen hekel aan hebben. Je kon bijna onder zo'n koningin niet tegen de monarchie zijn. Ja, denk het inderdaad. Het lange leven van prinses Juliana besloeg een groot deel van de 20e eeuw. Een turbulente periode in de moderne geschiedenis, waarin Juliana een andere invulling gaf aan het koningschap. Als enig kind van koningin Wilhelmina en prins Hendrik wordt Juliana geboren op 30 april 1909. Ze wordt beschermd opgevoed en krijgt in een eigen klasje onderwijs. Als ze 18 is, gaat ze studeren in Leiden. Ze rondt haar studie af met een eredoctoraat letteren en wijsbegeerte. Tijdens de winterspelen van Garmisch-Partenkirchen worden Juliana en Bernard met elkaar in contact gebracht. In 1936 verloven ze zich. Een jaar later trouwen ze in Den Haag. Het paar gaat op Paleis Soestdijk in Baarn wonen. Daar wordt in januari 1938 hun eerste dochter, Beatrix, geboren. 2 jaar later prinses Irene. Als de Duitsers op 10 mei 1940 Nederland binnenvallen, vluchten Juliana en de kinderen via Engeland naar Canada. Daar blijven ze tot het einde van de oorlog. Prins Bernhard blijft met koningin Wilhelmina in Londen. Hij bezoekt zijn gezin regelmatig. In 1943 wordt prinses Margriet geboren. En na de bevrijding terug in Nederland wordt in 1947 prinses Marijke geboren. In 1948 treedt een moe gestreden koningin Wilhelmina terug. Juliana is de nieuwe koningin. Ik stel er prijs op u zelf mede te delen dat ik zojuist mijn troonsafstand heb getekend ter behoeve van mijn dochter, koningin Juliana. Ik zweer aan het Nederlandse volk dat ik de grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. Een van de eerste taken van Juliana als koningin is het tekenen van de onafhankelijkheid van Indonesië. Als Nederland in 1953 wordt getroffen door de watersnoodramp, bezoekt Juliana direct het rampgebied. Begin jaren 50, op het hoogtepunt van de Koude Oorlog, bezoeken koningin Juliana en prins Bernhard de Verenigde Staten. Juliana houdt daar voor het congres een opvallend pacifistische toespraak. Er is dan al een onderhuidse verkilling gaande in het huwelijk en er sluimert een constitutionele crisis. Het pacifisme van Juliana botst met de Atlanticus Bernhard. Een paar jaar later verschijnen in buitenlandse kranten alarmerende berichten over koningin Juliana. Zij zou onder invloed zijn geraakt van de gebedsgenezeres Greet Hofmans, binnengehaald vanwege de oogafwijking van prinses Marijke. Een commissie van wijze mannen sust de crisis op Soestdijk en Greet Hofmans verdwijnt uit beeld. In 1962 kan het 25-jarig huwelijk groots gevierd worden. Op 28 juni 1965 maakt Juliana de verloving van Beatrix bekend. Het is voor mijn man en mij een grote vreugde u zelf de verloving aan te kondigen van onze dochter Beatrix met de heer Klaus van Amsberg. Prins Bernhard raakt in 1976 betrokken bij het Lockheed-schandaal. Hij zou steekpenningen hebben aangenomen. Een commissie onderzoekt de beschuldigingen en noemt het gedrag van de prins niet aanvaardbaar. Premier Den Uyl bezweert de crisis. Juliana is diep geraakt door het schandaal. In 1980 treedt ze terug als koningin.
In een roerig Amsterdam presenteert ze Beatrix als haar opvolgster. Zo, juist heb ik afstand gedaan van de regering. Ik stel u hier Beatrix voor, uw nieuwe koningin. Juliana trekt zich steeds meer terug. In 1987 is er voor het laatst een defilé op Paleis Soestdijk, als Juliana en Bernard 50 jaar getrouwd zijn. En ze is er nog bij als haar kleinzoon Maurits in het huwelijk treedt met Marilène van den Broek. Ze gaat zelfs ter communie. Er wordt gesproken over momenten van acute verwardheid. Nu is ze dus overleden, Juliana, de langst levende Oranje. Bemind om haar moederlijke uitstraling, geconfronteerd met diepe crisis tijdens haar koningschap en in haar gezin. En vooral gewaardeerd vanwege de menselijke kleur die ze aan het koningschap gaf. ...32 jaar was Juliana dus koningin, van 1948 tot 1980. En al die tijd bemoeide zij zich actief met de politiek. De ministers uit die tijd kunnen zich dat nog goed herinneren. Ook al zijn hun ervaringen niet helemaal dezelfde. Dries van Acht maakte haar mee als minister van Justitie en als premier. Jan Pronk als minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Ze nam je bij de hand als een journalist die continu doorging met vragen stellen en je helemaal leegzoog. De stijl van de jaren 90 was ook je betrokkenheid in een standpuntbepaling uitdagend te formuleren, zodat je op die manier het gesprek voert. Het zijn twee verschillende manieren van het voeren van een gesprek, maar de lading, de betrokkenheid, kan in beide methoden tot uitdrukking worden gebracht. En als ik wegging van Huis ten Bosch of van Paleis Soestdijk, en dat zijn dus talloze gesprekken geweest, dan had je het gevoel dat je was leeggezogen, dat ze alles uit je had gehaald wat ze uit je wilde halen. Er zat niet veel orde in die gesprekken die ik met haar had. Als minister-president met name had ik dus elke week gesprek met de koningin. Dat was vast gebruik, dat is nog altijd zo. In die gesprekken zat niet veel orde, niet veel schema. Er werden voor een deel, niet helemaal natuurlijk, door invallen geïnspireerd. Maar daar was natuurlijk wel de authentieke, dus verrukkelijke Juliana. Die verrukkelijke Juliana had zelf ook zo haar opvattingen over wat mensen van haar vonden. Eenmaal teruggetreden als koningin praat ze in 1987, ze is dan 7 jaar gewoon prinses, met Maartje van Wegen over het beeld dat van haar bestaat. Dat beeld, zei ze, was helemaal verkeerd. Het kwam door de media, vond ze. En dat begon al bij het huwelijk van Beatrix in 1966. Ik was verkouden en toen snoot ik mijn neus en toen zei ze allemaal dat ik huilde en ik huilde helemaal niet. Wanneer was dat? Beatrix. Oh. Ja, je bent verkouden en onder het gebed hoop je dat ze zo verstandig zijn om je niet te doen. Niet te kikken als je je neus snuit. Klik! Nou, maar al in alle kranten, zij huilt natuurlijk van haar dochter. Ik was juist erg gelukkig. Maar je mag toch huilen? Je moet huilen natuurlijk van je dochter. Dus het ouderwetse, conventionele mens huilde op het huwelijk van haar dochter. Ja, begrijp je, dat ik heb dat ergert me dan toch. Begrijpt u? Maar dat mag u toch ook zeggen? Heen weer dat oude, zo conventioneel. Bah! Ik hou niet van conventie, ik hou niet van conventioneel, ik hou niet van protocol. Dat is gewoon mijn natuurlijke vijand. In hetzelfde interview komt de prinses ook in opstand tegen het beeld dat zij ouderwets zou zijn. Dat ze niet met haar tijd zou meegaan. Ik ben altijd vooruitstrevend geweest. Ik heb altijd het land gehad aan alles wat conservatief en ouderwets was. Ik had het land aan de soort meubels waar ik in opgroeide. Mijn ouders waren niet erg conservatief. Die hebben me dingen toegestaan en dingen verteld die menig ander ouder niet zou verteld en toegestaan hebben. Ik heb helemaal geen
Ik ben woedend als ik lees in een of ander idioot blad dat voor iedere schoonzoon die we kregen, dat ik daar bezwaren tegen had. Geen woord van waar. Ik was blij met ieder van onze vier schoonzoons. Zulke dingen, dat vind ik vervelend als je daarmee... Als ze later zulke dingen zeggen, ze was zo ouderwets. Ik doe mijn leven lang mijn best om niet ouderwets te worden. En nog een voorbeeld uit datzelfde interview uit 1987. Er klopte nog meer niet aan het beeld dat van Juliana bestond, vond ze zelf. Het zat haar duidelijk hoog. Maar u mocht toch nooit tegengesproken worden? Eigenlijk? Dat is niet waar. Nou, dan zal ik u eens wat zeggen. Nee, dat is niet waar. Dat ben ik mee eens. Dat is zeker niet waar. Dat heb ik nooit gehoord. Dat heb ik nooit gezegd. Mag ik even spreken? En als iemand ooit dat grapje maakte... ik mag niet nee tegen u zeggen. Dan werd ik echt kwaad. Dan zeg ik, dit is iets wat ik nooit geweten heb. En dat wrijft u mij aan. En dat is zo gemeen. Zo gemeen. Ik heb het nooit geweten. Ik vind het zo oneervol dat de mensen niet eerlijk tegen me, niet eerlijk iemand antwoorden. Je hoeft niet te zeggen, jij oude lillekert, je hebt met je idiote ideeën. Dat zeg ik ook tegen niemand. Maar ik zeg misschien wel... Mevrouw, ik ben het niet helemaal met u eens. Ik geloof dat u vergist. Mevrouw, ik weet dat wat u zegt niet overeenkomt met de waarheid. Dat kan je toch tegen iedereen zeggen. Ik zeg het ook niet tegen iemand lelijker idioot. En als iemand dat, een van mijn oude vriendinnen dat zou zeggen... nou ja, goed, dan zou ik zeggen, laat het woord lelijke eraf, hè. Hoe Juliana dus toch mocht worden tegengesproken. Veel oudere Nederlanders hebben Juliana als koningin heel bewust meegemaakt. Het bejaardentehuis Henriette Zwellengrebel in Utrecht werd 12 jaar geleden door Juliana heropend. De bewoners hebben allemaal hun eigen herinneringen aan hun oude koningin. De vlaghalfstok en televisietoestellen aan. De beelden die voorbij komen zijn voor de bewoners geen verre geschiedenis. Het zijn ook opnamen uit hun levensperiode. Laten we zeggen, een van de... dingen die ik natuurlijk meegemaakt heb, dat is bijvoorbeeld die Zeelandoverstroming. En hoe ze daar ook eigenlijk meteen bij was, als een gewoon mens. Ja, dat vond ik erg goed. Om vorstin te zijn, je zit toch wel in een glazen huis, hè. Maar ik denk niet dat er één was die haar niet mocht, hè. Ik vond het ongelooflijk lief karakter. En zij wilde juist gewoon bij de mensen zijn. Ze wilden graag met u praten, ze wilden graag met u praten. Ze wilden weten wat dat betekende thuis, wat hij aan het doen is thuis. Ze wilden alles weten. Ze wilden bij u zijn. Ze wilden bij mij zijn. En dat is het fijne van die mevrouw. He, van de koningin dan. He, ze was een van ons. Ook over de ziekte van Juliana wordt veel gesproken in het tehuis. Sommigen vinden het fijn dat ze de kritiek op het koningshuis van de laatste tijd niet meer mee hoeft te maken. Ze is heerlijk gestorven zo. Dat is het prettigste wat er is. Dat ze rustig gegaan is. Nergens meer vanaf weten, ze hoeft er nergens meer aan te denken. Heel zacht gestorven. Dat maakt mij angstig. Ja. En ik kan me dus voorstellen dat de koningin bij het... toch het naderen van het dement worden... want dat heeft ze in het begin gevoeld natuurlijk... dat ze het daar heel moeilijk mee heeft gehad. Hendrikus van der Rijst heeft in 1979, het laatste koningsjaar van Juliana, een lintje gekregen voor zijn jarenlange werk in het onderwijs. Nog van de oude koningin. Ja. Het grootste deel van haar leven heeft prinses Juliana op Paleis Soestdijk gewoond, in de gemeente Baarn. Vroeger was het heel gewoon om Juliana in die plaats te zien winkelen. Wie je ook aanspreekt in Baarn, bijna iedereen is prinses Juliana wel eens tegengekomen op straat. Ze deed er regelmatig boodschappen. Heel vroeger gewoon alleen, later met een paar bewakers om zich heen. Ze gedroeg zich heel onopvallend, bijna zoals alle andere winkelende mensen. Voor zover dat mogelijk is natuurlijk, voor een prinses. De laatste keer dat ik gezien heb, was in een rolstoel bij Albert Heijn. En wat deed ze daar? Daar werd ze doorheen gereden. Ik heb het echt zelf in mijn eigen ogen gezien. En ik dacht, nou, dat kan helemaal niet. En mijn zoon zei, ja man, dat is zo, want ik heb het ook een keer gezien. Dat wilde ze misschien toch wel. Is dat lang geleden of kort? Kort. Nog geen half jaar geleden is dat.
Ik heb een keer meegemaakt dat ze in de speelgoedwinkel stond. En ik stond naast haar. En ik ben even weggegaan om zelf iets te zoeken. En ineens liep ze weg. En toen vroeg ik aan de verkoopster van, goh, heeft ze niks genomen? Toen zei ze, ja, ze moest wat van Lego hebben, maar ze vond het te duur. En toen is ze weggegaan. Rond Kerstmis, Pasen en Sinterklaas kwam Juliana altijd zelf naar banketbakkerij Hendriksen om gebak en bonbons te halen. Ze wachtte altijd op haar beurt. Sterker nog, ze wilde per se geen voorkeursbehandeling. Ja. En ze zei dan altijd, want ze zou een keer een bestelling van me op komen halen, van goh, ik heb gisteren heel geen tijd gehad. Ik was zo druk. En ze zei, oh, wat zeg ik nou? Als er één druk is, dan ben jij het al. Ben u, zei ze dan ook nog keurig, ben u het altijd wel. Dus dat vond ik ook heel lief van haar. Ook bij Boekhandel Den Boer kwam ze vaak. Cadeautjes kopen voor haar kleinkinderen of boeken over esoterie. De eigenaar weet nog precies dat hij haar de eerste keer hielp. Ja, toen kwam natuurlijk het moment waarop de meeste mensen dan gaan afrekenen. En zij liep al zo'n beetje in de richting van de deur. En ze liep de deur uit, dus ik liep zo. Ik hield ook de deur voor de opening, zeg hoor. Dus netjes voorkomen. En ze liep naar buiten en ik zei, mevrouw, ik heb nog een kleine vraag. Aan wie zal ik de rekening sturen? En toen keek ze me aan en toen zei ze, ach, stuur maar naar mij. Dat vond ik wel lief. Enkele kranten hebben besloten om een extra editie te maken, zoals de Volkskrant, Algemeen Dagblad en het Rotterdams Dagblad. De kranten worden sinds het begin van de avond gratis op straat en op vaste verkooppunten uitgedeeld. En ook Metro en het Reformatorisch Dagblad komen met een extra krant. En NRC Handelsblad werkt aan een zondageditie, net als de Telegraaf, die morgen voor het eerst met een zondagskrant zou verschijnen. Hoofdredacteur Pieter Broertjes van de Volkskrant verzamelt zijn columnisten. Hij overlegt met Jan Mulder. Ja, precies, precies. Ja, nee, maar dat vind ik ook geweldig. Ik had mijn moeder ook al aan de lijn. Dus je moet, maar ja, precies. Ja, dat is ook, het is ook hun koningin natuurlijk ook, vooral. Een voorlopig schema wordt gemaakt. Om 3:00 middags zal de krant sluiten. Kom op, dikke. Twee pagina's, liefst. Er lag al een draaiboek klaar voor het geval prinses Juliana op een zaterdag zou overlijden. Toen was al gepland om dezelfde dag nog met een extra editie te komen. Verder is het natuurlijk ook zo dat de Telegraaf op zondag met een zondageditie komt. En het voor ons natuurlijk wel een uitermate spannend moment is om te kijken of we de Telegraaf nog net even kunnen aftroeven. De Telegraaf wilde die eerste zondagkrant feestelijk uitbrengen. De ballonnen en andere versieringen zijn weggehaald. Een extra straateditie vandaag was voor de krant geen optie. Wij vinden dat als wij een extra editie van de Telegraaf uitgeven, dan moet die ook bij alle abonnees in de bus kunnen komen. En dat doen we morgenochtend. De eerste uitgave van de Telegraaf primeur wordt soberder dan gedacht. Enkele advertenties vervallen, zoals die van een bedrijf dat de lezers een goede reis wenst. De zondagkrant zal gaan over Juliana, die gewone koningin. Een van de beste beelden die mij nog voor de geest halen. Dat is de koningin, in die tijd dan, nog op de fiets. Hè? Ja, zo typisch Holland. Het Algemeen Dagblad drukte vandaag een extra editie in 100.000 exemplaren. Die werden in Rotterdam uitgedeeld. Extra editie, alsjeblieft. Veel mensen hebben inmiddels een condoliancenregister op internet getekend om zo uiting te geven aan hun medeleven. Er zijn al veel berichten binnengekomen op de speciaal geopende site www.condoliance.nl. En ook op www.koninklijkhuis.nl kunnen mensen hun reacties kwijt. Zo schrijven bezoekers van de site bijvoorbeeld dat zij prinses Juliana zullen missen. Dat zij de koninklijke familie de komende tijd veel sterkte toewensen. En dat zij zich prinses Juliana herinneren als een goede koningin, een warme persoonlijkheid en een sociaal bewogen mens. En ook verschillende gemeentes hebben een register opengesteld voor publiek. Er was vandaag,